Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, ruim 91 personen gedecoreerd in verband met Srividensie, ambassadeurs voor Parijs en Genève beëdigd, Lions Club en Volksgezondheid slaan handen in één voor gezondheidsbewustzijn. Regering zet grootscheepse operatie op touw in zaken Matawai. En NCCR instelling voor beheersen situatie Matawai. In het kader van de herdenking van 48 jaar staatkundige onafhankelijkheid heeft president Chandrika Prasad Santokhi op het presidentieel paleis ruim 91 personen gedecoreerd die zich belangeloos verdienstelijk hebben gemaakt voor land en volk. De ceremonie vond plaats op zondag 19 november 2023 in aanloop naar de onafhankelijkheidsviering. Kijkt u mee naar het volgende verslag. Ik spreek tevens de hoop uit dat met deze eer aan u vandaag wij ook gedenken vier andere genomineerden voor wie een positief advies was uitgebracht om ook vandaag gedecoreerd te worden, maar kort geleden zijn heen gegaan en daarvoor hebben we net een moment van stilte in acht genomen. Met dankbaarheid en respect voor hun. Maar laten we onze schepper smeken dat zij een nog hogere waardering mogen krijgen bij de schepper. Ik dank u nogmaals voor uw bijdrage. God zij met u allen en laten we doorgaan om ons land te leiden. Nanga gado leku fesiman. God bless you. Mag bedanken. Ja, ik heb vandaag weer met heel veel vreugde en plezier gezien hoe mensen die bijzondere verdiensten hebben in onze samenleving eigenlijk vrijwilligerswerk verrichten, meer dan het normale waarvoor ze betaald worden. Maar dit gaat echt vrijwillig, zonder centen daarvoor te vragen, doen wat je moet doen om deze samenleving te helpen ondersteunen. En daar zijn inderdaad een 91-tal mensen voor in aanmerking gekomen. Er zijn meerdere aanvragen ingediend, maar die aanvragen worden natuurlijk door de commissie eerst bekeken, besproken en beoordeeld. En soms vallen mensen erbuiten omdat ze kortelings al zijn gedecoreerd en er geen bijzondere verdiensten waren daarna om die weer te laten in aanmerking komen voor een bevordering, praten wij. Veel mensen die zijn voorgedragen hebben absoluut bijzondere arbeid verricht in de samenleving. Sommigen in alle stilte, hè, maar sommigen inderdaad waar de samenleving dat ook ziet en erom vraagt. Na jarenlange ervaring, werk gedaan, sociaal werk. Ik ben in vele organisaties waarbij dan vandaag eindelijk betaald is voor het werk wat ik heb gedaan. Het is eigenlijk kosteloos wat ik zaken heb gedaan. Ik ben er voorzitter geweest van Resort Meerzorg. Ik ben districtsraad ook geweest, nu districtsambt. Daarnaast ben ik ook ex-lid van de Nationaal Antidrugsraad. Dagelijks leven ben ik voorzitter van een sociaal-culturele sportvereniging Young Tiger.
Ik ben voorzitter van de moskee Radutul Islam Meerzorg. Ik ben op twee moskeeën eigenlijk als adviseur. En ik ben ook ondervoorzitter van de Surinaamse Zangvogelbond. Dus ik heb een drukke leven. Ik doe dit omdat ik vind van ik leef één keer op de aarde. Blijf goed doen. Blijf mensen trekken om sociale werk te doen en te blijven vormen. Nou, het is een heel belangrijk moment voor mij. Voor het eerst. En ik denk dat we echt sociaal bezig zijn. Ik ben dokter van Weilen Lachman Bolasing, mevrouw Yosoda Tufani Bolasing. En wij zijn van de muzikale groep Bolasing Groep. Heel bekend in Suriname. Mijn broers Weilen Angat Bolasing, Neil Bolasing. Die zijn al Weilen. En nu mijn zus Motimala, die is nu heel actief in zangcarrière. Dus de familie Bolasing heeft een grote zangcarrière in Suriname. En we hebben heel veel sociaal werk gedaan. Daarna ben ik getrouwd met de heer Moulchen Samnarain op Saramaka. Mijn schoonvader is Moulchen Bola. En ik ben daar, mijn man is landbouwer. Ik ben gewoon een huisvrouw, help mijn man met alles. En ja, een hele grote eer voor mij vandaag. President Chandrika Prasad Santokhi heeft op zondag 19 november 2023 op het presidentieel paleis de diplomaten Arun Jadunath Misir en Ryan Nanan beëdigd tot buitengewoon en gevolmachtigd ambassadeur van de Republiek Suriname. Zij zullen Suriname respectievelijk in Parijs en Genève vertegenwoordigen. President Santokhi drukt de nieuwbakken ambassadeurs op het hart dat zij de verantwoordelijkheid dragen om de potentie en de idealen van de Republiek Suriname te vertegenwoordigen. Vandaag ben ik de eerste Surinaamse ambassadeur in Genève, weliswaar bij de VN. En de accreditatie volgt heel spoedig bij de regering van Zwitserland. Wel, gelet op mijn jarenlange ervaring ambtelijk, ik was 33 jaar lang op het ministerie van EZ, waar ik eigenlijk ook internationale handel, de leiding had over internationale handel, heb ik me inderdaad heel wat bekendgemaakt met issues wat betreft de internationale handel. Maar het is niet alleen de internationale handel, dan denk ik aan de WTO, het zijn ook andere organisaties zoals de Mensenrechtenraad, de vluchtelingenproblematiek, het milieu, u weet de VN, de pijlers van de VN zijn vrijheid, vrede, je hebt ook nog milieu, maar je hebt ook wel eigenlijk die ontwikkelingslanden, die in feite rekenen op die VN, dat de VN hun helpt, dat wat welvaart en welzijn betreft. Wel, ik voel me heel goed. Het is weliswaar gelukkig, we hebben de gunstige omstandigheid, dat ik dus geen onbekend terrein voor mij is. Ik ben heel vaak geweest in Zwitserland, weliswaar net ik eerder zei, in een ander verband. De UNCTAD, de WTO, de ILO, de WHO. Nu is het ook wel naar de VN. Ik heb in mijn speech ook aangegeven dat ik in elk geval al mijn integriteit, al mijn deskundigheid en al mijn ervaring zal inzetten om Suriname op een waardige wijze uit te dragen. In de komende periode zullen we sowieso kijken naar de mensenrechten toestand. Dat is belangrijk. Maar we zullen ook wel de accreditatie moeten hebben van de WTO. Omdat internationale handel ook zeer belangrijk is. Overigens zei de president gaf aan dat we inderdaad moeten zorgen om potentiële investeerders binnen te halen. Belangrijk in deze is dat je ook die wereldhandel ook daar bij Suriname daar op de kaart plaatst. Suriname heeft een stem. En dat is het belangrijkste van zo'n missie in Genève. Zoals u weet zijn er 183 landen, inclusief Suriname nu, die een permanente missie daar hebben. In elk geval moeten wij ervoor zorgen dat we met verenigde krachten zaken aan de dag leggen. Waarbij in feite je internationale handel, de vrede, de veiligheid, al die zaken gewaarborgd zullen zijn. Ik mag u meteen verklappen dat Suriname
eigenlijk het laatste land is op het Zuid-Amerikaanse continent dat eigenlijk een missie heeft opgezet daar. We moeten als land ervoor zorgen dat we ons kunnen gaan profileren. En een van de dingen waarmee je kan gaan profileren, dat is met cultuuruitwisseling. Maar ook als je je verdiencapaciteit moet gaan vergroten, dan kan je dat op twee manieren, of onder andere twee manieren doen. Je kan grote investeringen binnenhalen. We hebben bijvoorbeeld ooit Alcoa hier gehad, die hele grote investeringen heeft gedaan. We zullen ook waarschijnlijk grote investeringen krijgen van Total Energies in de olie- en gassector. Maar waar ik dus ook extreem veel mogelijkheden zie, is dat je met name middelgrote en kleinbedrijven uit het buitenland, waaronder uit Frankrijk, hier wil laten vestigen. En dat de mensen die zij dan in dienst nemen, eigenlijk activiteiten uitvoeren waarbij het lijkt alsof ze in Frankrijk werken. Lions Club Wanica in samenwerking met Lions Club Paramaribo Noord en het ministerie van Volksgezondheid organiseerde een eendaagse gezondheidsbeurs met als thema Meten is Weten. De beurs, gehouden op zaterdag 18 november in het regionaal ziekenhuis Wanica in het kader van Werelddiabetesdag, heeft als doel het bewustzijn binnen de gemeenschap over een gezonde levensstijl te vergroten. Dit project doen wij samen met Lions Club Noord en in samenwerking met het ziekenhuis Wanica. Het is een health day, een health project van ons, waarbij we dan in het kader van World Diabetes Week hebben we dus dit project geïnitieerd. De bedoeling is dat mensen van Wanica en omgeving de gelegenheid krijgen om gratis hun bloeddruk te meten, suikergehalte te meten, daarnaast ook nog een oogscreening te doen. En maken we tegelijkertijd gebruik van de gelegenheid om ze andere medische adviezen te voorzien. Bijvoorbeeld ayurvedische adviezen, die zijn er ook. Dus dat is de bedoeling dat we van dit project. Als serviceclub, Lions Club, proberen we de samenleving te dienen. En we hebben elk jaar bepaalde goals die we moeten halen, bijvoorbeeld health, education. En dit is in het kader van health. Dus we hebben toen gekozen voor een goede partner, dat is het ziekenhuis. En als twee partneringclubs hebben we gezegd dat kunnen we het een beetje groter aanpakken. Het is een oogscreening dat wordt gedaan door opticien Sittel. Die is dan belast daarmee. Bloeddruk en suikergehalte wordt ook gemeten. Dat wordt door het medisch team van het ziekenhuis gemeten. Zoals men zegt, meten is weten. En het is belangrijk om in een prille begin al te weten wat de status is van je bloeddruk en suikergehalte. Als we kijken naar de cijfers van onze gezondheid in het land, dan zijn dat twee grote boosdoeners. En het is altijd goed om te weten. Het is niet zo dat als je hebt gemeten, dat je meteen suikerpatiënt bent of bloeddrukpatiënt. Maar het is goed om te weten en de status van je lichaam. En als het nodig is, aan te pakken. Lions Club Paramaribo Noord is net zoals alle andere overige 13 clubs, Lions Clubs in Paramaribo, in Suriname dus. Zijn wij ons bewust van de doelen, de goals die worden gesteld door Lions Club International. Toen Lions Club Wanica ons vroeg om mee te doen aan zo'n project, hebben we helemaal niet geaarzeld. Want dat is juist de manier waarop je meerdere mensen kunt bereiken. Meerdere mensen die zich eigenlijk een beetje ervan bewust moeten zijn om na te gaan wat is je bloeddrukgehalte, wat is je cholesterolgehalte, je oog, de screening van je oog. Die dingen zijn erg belangrijk om te weten. En we vergeten dat vaak. We denken, ach, ik ben nog jong, ik heb dat soort klachten niet. Maar die dingen zijn er wel. En we hebben dus niet getwijfeld om dan een groter doel te bereiken. De mensen, de fellows van Lions Club van Wanica, die hebben heel wat mensen op de been kunnen krijgen. En wij van Noord hebben met onze promotie ook geprobeerd om zoveel mensen op de been te kunnen krijgen. Nou, dat hebben we gedaan. Dat gebeurt altijd met de fellows. Want
dat doen de Lions Clubs met elkaar. We noemen elkaar fellows. En we komen dan in groepen bij elkaar. En dan heb je dus de groep van Noord die haar bijdrage levert. En wij doen bijvoorbeeld door te helpen met de registratie, te helpen om de mensen te begeleiden. Te helpen met registreren aan de andere kant, want er zijn oogscreeningen, bloeddrukdingen. Dus overal de mensen naartoe begeleiden. Dat is onze taak. Dat is de taak ook van de Lions Clubs. Dit is onderdeel van het heel screeningsgebeuren. En dan, het is een prijzenswaardig initiatief, zeker. Daarom ben ik ook hier, op uitnodiging van de Lions. Dus we gaan het allemaal even gadeslaan en kijken hoe de mensen reageren. Maar het is zeker goed om vroegtijdig te diagnosticeren. Zeker als je kijkt naar de NCD's. Het is zorgwekkend, zeker als we kijken naar het aantal diabetes. Ongeveer 13% van de samenleving is diabetes. En ook als we kijken naar de onset, dus de age onset, dat betekent dus de start, zien we dat ook veel jongere personen beginnen klachten te krijgen met een verhoogde suikergehalte. En dan krijg je eigenlijk sneller de symptomen. De ziekte ontwikkelt zich sneller, is progressief, het is een chronische ziekte. En daarna krijg je in principe dat de complicaties van suikerziekte sneller ook optreden. En een aantal bekende complicaties zijn onder andere de effecten op het oog, dus blind worden. De effecten op het hart, nieren, nierfalen met dialyse en andere zaken. Maar ook de effecten op de bloedvaten, met name de slechte wondgenezing, waardoor ook amputaties en andere zaken. Dus hoe eerder je de ziekte kan vaststellen, hoe beter de behandeling, hoe later de complicaties. Maar aan de andere kant kan je ook zeggen, je moet niet wachten tot die ziekte. Hoe gezonder je leeft, hoe sneller je in principe ook, of hoe langer je kan uitstellen. Want vroeg of laat zullen ook erfelijke factoren aanwezig zijn om die bepalend kunnen zijn wanneer de ziekte bij iemand optreedt. Tamatawai in het district Brokopondo heeft een aantal gouddelvers maandag het leven gelaten nadat ze onder zand bedolven raakten. President Santokki heeft het parlement gedurende de algemene politieke beschouwing breedvoerig hierover geïnformeerd. De regering heeft intussen een grootscheepse operatie op touw gezet. Het staatshoofd heeft vervolgens in een televisiestatement de samenleving en nabestaanden van de slachtoffers gecondoleerd. Dank u wel, meneer de voorzitter. Meneer de voorzitter, we hebben ons nader laten informeren. En natuurlijk krijgen we constant meer informatie. Maar het gaat om een instorting van een mijnschacht op de concessie van het goudbedrijf Zijin. En in feite was er eerder al in het gebied kamp 21 passie, zoals het genoemd werd, Klein Saramaka concessiegebied, al een goudader ontdekt. En daar waren al groepen van personen eerder al betrokken en zelf hun kampen en alle faciliteiten al opgezet om ook daar goud te gaan zoeken, meneer voorzitter. Er is door het bedrijf gevraagd, middels een schrijven, voor veiligheidsmaatregelen om hun operatie door te kunnen laten gaan. En op basis daarvan is er opgetreden door het korps politieënaam samen met het leger. En alle faciliteiten zijn daar ook weggehaald. Ook de kampen zijn vernietigd en de personen zijn ook aangemaand, meneer voorzitter, om het gebied te verlaten. Dan is er wederom een bezoek geweest vanuit de regerende vicepresident, de minister van Justitie en Politie, om weer tot de mensen te praten, om het gebied te verlaten. Meneer de voorzitter, en vandaag worden we geconfronteerd met deze instorting. En naar alle waarschijnlijkheid gaat het om dezelfde groep van personen, een groot aantal personen, dat daar aanwezig is om goud te zoeken. De informatie is nog steeds namelijk dat men in een soort provisorische
tunnel bezig was goud te zoeken met een behoorlijke diepgang. En dat die opening in feite is ingestort, waardoor vele mensen dan bedolven zijn. De eerste indicatie is namelijk dat het om 10 personen gaat, maar het kan zijn dat het om meer dan 10 personen gaat. Als regering hebben we onmiddellijk hierop gereageerd door veiligheidseenheden sturen van het ministerie van Justitie en Politie, Defensie en NCCR voor eerste rescue operaties, want we weten niet namelijk of er nog levenden zich daar bevinden. Dus dat is prioriteit nummer 1, om te kijken of er nog levenden daar zijn. Tegelijkertijd starten met de bergingsoperatie. Er is een clusterteam van ministers aangewezen, bestaande uit de ministers van Justitie en Politie, van Defensie, van Natuurlijke Hulpbronnen, van ROS en van Financiën. Daar is ook een lid van het Openbaar Ministerie dat met de centrale coördinatie belast zal worden en iemand van de communicatiedienst om de samenleving zo goed mogelijk te informeren. De activiteiten zullen zijn onmiddellijk om een technisch team samen te stellen. Dat technisch team is al daar in het gebied. En dat technisch team zal belast worden, zoals ik eerder heb aangegeven, van rescue, van ook veiligheidsoperaties, van ook informatie naar de doelgroepen toe. Maar tegelijkertijd het bergen, transporteren, forensisch onderzoek. Er zal een onderzoeksteam zijn onder leiding van de procureur-generaal om dit incident ernstig in zich grondig te onderzoeken. Meneer de voorzitter, we kijken ook nog opties als het moet dat we bijstand vragen vanuit het buitenland. En daarvoor is de minister van Biebers, die is aangewezen om stand-by te zijn om die bijstandsverzoeken richting Brazilië te sturen als wij zelf als land niet uitkomen met onze rescue operations. En voor de rest zullen we heel intensief overleg moeten hebben met het traditioneel gezag, meneer voorzitter, want we zijn nu bezig op dit moment met puur die operatie naar alle aspecten toe. Maar we moeten ook rekenen met de nazorg, praten met de nabestaanden, praten met ook overlevenden, praten met traditioneel gezag, praten met ook andere doelgroepen die daar aanwezig zijn. Meneer voorzitter, nogmaals, als regering zijn we geschokt en we bieden nogmaals onze condolences aan de nabestaanden, de personen die slachtoffer zijn geworden en gelukkig nog leven, beterschap toe te wensen. Maar als regering zijn we nu intensief bezig om de totale situatie goed te beheersen en die maatregelen te treffen die noodzakelijk zijn. En zodra er meer informatie is, meneer voorzitter, dan gaan we dat samen met uw geachte college verder bespreken en delen met uw college en met de samenleving. Meneer voorzitter, nogmaals veel sterkte en de regering kijkt ook uit naar een moment aan de hand van alle informatie om een moment, een dag of meerdere dagen van een nationale rouw af te kondigen. Dank u wel, voorzitter. Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing, NCCR, is sinds gisteren in stelling voor het beheersbaar houden van de situatie te Matawai. NCCR maakt deel uit van het team dat onder meer belast is met reddingswerkzaamheden, bergen en transporteren van lijken. Er is intussen polshoogte genomen van hetgeen zich heeft voorgedaan. De communicatiedienst Suriname heeft het volgend gesprek gehad met NCCR-coördinator kolonel Jerry Sleinhaert. We hebben rond 3:30 in de middag heb ik het bericht gehad dat er dus een probleem is geweest in het wat ze noemen 21 passiegebied of passie 21 gebied. En het bericht dat ik heb gehad is dus dat er daar een afkalving of een inkalving heeft plaatsgevonden van geïmproviseerde illegale goudmijn waarbij dus een aantal mensen bedolven zijn geworden. Toen ik het bericht kreeg, waren de schattingen dat er 11 mensen dood zijn gegaan.
Maar later, dus naarmate de tijd vorderde, is het aantal geklommen naar 14. NCCR is geweest naar de diverse, met de diverse diensten richting de plaats van onheil. En daar aangekomen hebben wij dus gekeken naar wat de situatie was, zodat wij een assessment konden maken. We zijn samen geweest met de districtscommissaris van Matawai. Dat is de districtscommissaris Boyaski. En met de districtscommissaris van Brokopondo. Dat is de districtscommissaris Mendelssohn. Toen wij daar aankwamen, eerste aanleg, was de situatie zeer grimmig. De mensen hadden de lijken reeds uit de schacht gehaald en op een rij gezet. En toen zijn de, laat maar zo zeggen, heeft de DC gesproken met de mensen om ze dus te kunnen bedaren. Er is met een van de leiders gesproken en die is in staat geweest om de mensen tot rust te brengen. En toen zijn we dus begonnen met de werkzaamheden van, het, van de lijken gereed te maken voor transport, et cetera, naar Paramaribo. Dat is dus tot rond 2 uur in de ochtend geweest, hebben we die werkzaamheden uitgevoerd. Ik moet zeggen dat via de regering Suriname, van Suriname hebben we een ondersteuningsteam van de Fransen die zijn naar Suriname gekomen, op verzoek van Suriname. En die zijn rond 3 uur in de ochtend geland op Sanderij, tussen 2:30 en 3:00. Verder hebben we die mensen dus toen gebracht naar de site waar de mensen zijn op dit moment. En op een gegeven moment zijn de mensen dus nu bezig met search en rescue werkzaamheden. De lijken die zijn weggehaald, die zijn er duidelijk. Maar als er nog meer lijken onder het puin bedolven zijn, dat weten we op dit moment niet. Het kan ook zijn dat er nog overlevenden zijn, weet je, mensen in die schacht zelf, verder in die schacht, die wachten totdat ze eruit worden gehaald door ons. Dat team, dat Frans team moet gaan kijken als ze ons kunnen helpen met dat vinden, want zij hebben betere equipment, zij hebben meer ervaring dan wij, et cetera. Dat zijn dus de werkzaamheden die we op dit moment doen. Er zijn ook geruchten, maar ik blijf zeggen het is een gerucht. En ik wil er op dit moment niet al te veel over zeggen, maar dat er dus nog 4 vermisten zijn. En deze 4 vermisten, daar wordt dus nu ook naar gekeken en naar gezocht. En het kan van alles zijn gebeurd. Misschien zijn de mensen nog onder het puin. We hopen het niet, maar dan zullen we ze ook vinden. Misschien zijn de mensen verder in de schacht, dan zullen we ze ook vinden. Maar ik denk dat we zeker rekening ook ermee moeten houden dat die mensen misschien vanwege broeien zijn ze weggerend, ze zijn naar hun dorp, et cetera, et cetera. Dus dat we uiteindelijk die mensen gaan terugvinden. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Bedankt voor uw aandacht. Goedenavond.